Deze week gaat er de biografie verschijnen van Rien Mastenbroek, Nederlands beste Olympiër die we niet meer kennen. Marjan Rijk heeft over haar de biografie geschreven. Komt 11 juni officieel uit, helaas niet meer met presentaties. Kennen we even niet in deze coronatijd. Rien Mastenbroek, drievoudig winnaar van Olympisch goud in 1936. Wat is voor jou de reden, Marjan, om een biografie over deze Rotterdamse zwemster te maken? Ik gun haar een eerbetoon. Ik kwam haar naam bij toeval tegen. Ik kende haar niet. Ik had haar naam niet eerder gehoord. En ik las een boek over dat zich afspeelde in Berlijn, augustus 1936. En daarin kwam de zin voor: als Jesse Owens de koning van de atletiek is, dan is Rien Mastenbroek de koningin der zwemsters. En al kende ik Jesse Owens, want die stond in mijn geschiedenisboek op de middelbare school. Ik wist welke prestaties hij had geleverd, maar ik wist bovenal dat hij een symbolische waarde had, omdat hij juist een zwarte atleet was die 4 keer goud won. Juist ook nog eens een zwarte Amerikaan, 4 keer goud op de Spelen waarin Hitler de gastheer was. En Hitler de vereering van het Aryse ras boven alles had staan, won uitgerekend deze Amerikaan. Daar kende ik Jesse Owens van. Maar ik had nog nooit van Rien Mastenbroek gehoord. En ik kom uit een sportminnend gezin. We sporten graag, we kijken graag sport, we lezen graag over sport. Ik ken allerlei bekende Nederlandse sporticonen daardoor. Jaap Ede, Max Euwe, Fanny Blankers-Koen, Web van Klaveren. Maar ik had nog nooit van Rien Mastenbroek gehoord. En dat maakte me nieuwsgierig. Ik dacht, nou, wie is hij dan? Dus ik googelde haar naam en terwijl ik het aan het lezen was. In diezelfde alinea stond wel al 17-jarig meisje Rotterdam. 3 keer goud, 1 keer zilver. Groot sportster dus. Ik googelde haar en ik zag een jonge vrouw op foto's, zwart-wit foto's, waarin ze op een hele onbevangen, opgewekte blik de camera in keek, waar een soort levenslust, een soort plezier in de sport uitstraalde die mij heel erg aansprak. Waardoor ik nog nieuwsgieriger naar haar werd. En nog meer over haar ging lezen. En elke keer dat ik meer over haar ontdekte, ik haar meer ging bewonderen. 3 keer goud, 1 keer zilver in Berlijn. Maar ook daarvoor, op de Europese kampioenschappen, had ze al heel wat gepresteerd. En ook daarna, in haar eigen leven, had ze elke keer zich weer van een hele sterke, krachtige kant laten zien. En echt een kant van een topsporter. Om elke keer maar weer met teleurstellingen, tegenslagen om te gaan en weer te knokken voor wat je waard bent. Mastenbroek uit Rotterdam afkomstig, de jaren 20, jaren 30 toch wel een van de belangrijkste zwemsteden van Nederland. Onder andere door de coach Ma Brang, die haar dochter in 1928 al naar Olympisch goud had geleid in Amsterdam. Hoe groot is haar rol geweest in de ontwikkeling van Rien Mastenbroek? Ma Brang is heel belangrijk geweest voor de ontwikkeling van Rien Mastenbroek. Ma Brang was een hele succesvolle dominante coach, een hele strikte, een hele ambitieuze, die bij Rien Mastenbroek het juist los kon maken. Rien werd opgepept door haar. Rien Mastenbroek had niet een hele geweldige techniek in het zwemmen. Ze zwom eigenlijk vrij slordig, maar ze kon wel, ze kon door haar coach wel zo opgejut worden dat ze enorme snelheid kon ontwikkelen, enorme kracht in het water. Rie werd ontdekt door Ma Brown op 11-jarige leeftijd en is 6 jaar lang onder de hoede geweest van Ma Brown. Die heeft haar al vanaf dag 1 bedacht, dit kan een Olympisch kampioene worden en haar talent zo weten te ontwikkelen dat ze dat ook werkelijk voor elkaar kreeg. Het viel me dan ook op in het boek dat dan de dochter van Ma Brown, zus Maron, dus in 1928 Olympisch kampioene, de eerste Nederlandse vrouw die individueel goud won op de Olympische Spelen, dat hij eigenlijk ook een soort mentorrol heeft gehad voor Rien Mastenbroek, gewoon als vriendinnen. Ja. Zo'n beetje het moment dat ook zus stopte met zwemmen, bloeide juist Rien Mastenbroek, die nam juist die stap naar een hoger niveau op het zwemmen.
Ze scheelde, nou ja, ik weet het even niet, een jaar of 8 om en nabij, misschien 5, zoiets. Maar zij, ja, ik denk dat zus Brown zich wel enigszins ontfermde over Rie, omdat zus natuurlijk ook altijd erg onder de hoede van haar moeder was geweest en wist hoe moeilijk dat af en toe ook kon zijn. Zo'n strenge leermeesteres die nou ja, alles in de gaten hield en je leven toch wel heel erg dicteerde. De voorpublicatie die we van jouw boek al hebben geplaatst op sportgeschiedenis.nl gaat over het Europees kampioenschap. Nog voor Berlijn 1936, waar Mastenbroek eigenlijk voor de eerste keer al internationale aandacht trekt. Nota bene in Duitsland, Nazi-Duitsland, net zoals 1936. Ze had dus eigenlijk al een keer kennis gemaakt met de specifieke omstandigheden van het zwemtoernooi. Ja. Ja, dat moet zo zijn geweest inderdaad, daar in Duitsland. En zij heeft zelf altijd, hè, als je het hebt over de nazi-ontwikkelingen daar in Duitsland, heeft zij zelf altijd aangegeven dat zij daar zich niet bewust van was. Dat zij puur daar voor de sport kwam, zowel bij het Europese kampioenschap als bij de Olympische Spelen. Ja, ze heeft later zelfs ook gezegd, als ik dit allemaal had geweten, had ik niet meegedaan. In ieder geval niet aan die Olympische Spelen. Als ik die verschrikkingen had geweten die ons nog te wachten stonden van de oorlog, dan had ik daar niet aan mee willen, daar niet aan geassocieerd willen worden. Hmm. Ze was er wel. Ze werd daarmee dus de eerste vrouw wereldwijd die 3 keer goud won op 1 Olympische Spelen. Hoe belangrijk is dat geweest voor de ontwikkeling van vrouwensport? Ja, ik denk heel belangrijk. Ja, ik denk heel belangrijk. Zij zat in een generatie wat, niet de allereerste generatie, want dat was zus Brown. Hè, die won als eerste dat Olympisch goud. Maar zij zat in die slipstream daarvan, groeide zij op. En naarmate haar populariteit toenam, inspireerde ze heel veel andere jonge vrouwen om te gaan sporten. Rie was een meisje uit een heel eenvoudig milieu. Daarvoor was sport vaak weggelegd toch wel voor meiden die het wat beter hadden thuis. Waarbij sport gelijk stond aan wel ja, een hoger milieu, een hoger intellect misschien. In ieder geval beter gestelde mensen dan een gewoon eenvoudig meisje uit een arbeidersmilieu. En Rie deed dat wel. Dus zij was een voorbeeld voor vrouwen in het algemeen, maar ook nog eens in het bijzonder voor meiden uit een wat eenvoudiger sociaal niveau, milieu. De extra verhaallijn bij Jesse Owens van 1936 is de tegenstelling tussen blank, nationaal socialisme en zwart. Maar bij Rie Mastenbroek heb je dus ook nog de extra laag van de opkomst van vrouwensport in de tijd dat wereldwijd nog niet normaal is, al helemaal niet in Nederland. Ook een extra verhaallijn. Ja. Ja, zeker. Ja. Toch is zij dan vergeten. Hoe is dat dan toch mogelijk? Van dat we allemaal Fanny Blankenskoen nog weten, 4 keer Olympisch goud, die daarmee dus Rie Mastenbroek verbeterde als met het winnen van de meeste gouden medailles ooit. Haar huldiging kennen we allemaal nog. De fiets die ze kreeg en Rie Mastenbroek niet. Waar is dat dan door gekomen? Wat ben je in je onderzoek achtergekomen van waardoor zijn we haar vergeten? Jesse Owens, hè, zijn prestaties, 4 keer goud. Buitengewoon unieke prestatie natuurlijk om dat te bereiken in de atletiek. Die hebben een extra lading gekregen. Doordat hij als zwarte atleet zo succesvol was op die witte spelen, op die spelen die zo door Hitler gekenmerkt werden door zijn verering van het Aryse ras. En zo hebben ook de medailles van Rie Mastenbroek een extra lading gekregen. We weten nu allemaal wat voor een welke gebeurtenissen er zijn gebeurd na de Olympische Spelen in Berlijn. Dat daar zoveel verschrikkingen van de oorlog hebben plaatsgevonden. We weten nu dat de Spelen in Berlijn propagandaspelen waren. Dat daar een façade werd opgehouden die niet klopte. Dat er eigenlijk al dingen in gang waren gezet in de binnenlandse politiek, maar overigens ook de buitenlandse politiek in Duitsland,
die al zaken zo op de spits dreven dat dat de voorbode had kunnen zijn, als wij dat hadden kunnen weten, van een grote oorlog. Maar dat hadden we toen nog niet, dat weten we nu. Toen wisten we dat niet. Maar met de wetenschap van nu zien we nu, ja, staan die medailles van Rien Masterbroek wel in een heel ander daglicht. In het daglicht van die propaganda spelen. Alsof zij onderdeel is geweest van die propaganda. Alsof zij daar bewust onderdeel van is geweest. En dat maakt dat haar medailles besmet zijn geraakt. En ook dat het medailles zijn waar we liever niet meer aan terugdenken. Je hebt haar zelf niet kunnen spreken, want ze was al lang overleden. Maar wel gesproken met de jongste zoon. Je bent dus nog redelijk dicht bij haar geweest, omdat je iemand hebt gesproken die haar van heel nabij heeft meegemaakt. Hoe belangrijk is het geweest om familie van Rien Masterbroek te hebben gesproken? Ik heb haar beide zonen gesproken. Ook een neef van haar. En ook een vriend van haar. Het is heel belangrijk om die herinneringen te halen. Omdat het soms om hele kleine details gaat. Hele kleine anekdotes die heel veel vertellen over haar karakter. Die haar heel duidelijk schetsen. Als een vrouw die recht door zee was. Die direct was. Maar ook humorvol. Maar ook wel gaandeweg de confrontaties met die medailles. Dat een bitterheid bij haar bracht. Dat dat een herinnering bracht waar ze ook ergens liever niet mee ze wilde eigenlijk wel gewaardeerd worden om die medailles. Dat wilde ze dolgraag. Maar ze kreeg elke keer maar weer die vraag, hoe was het om te zwemmen voor Hitler? En dat maakte dat zij een bepaalde bitterheid ontwikkelde. En het schetsen van haar karakter, maar ook die ontwikkeling van hoe zij zelf terugkeek naar haar sportprestaties, dat kunnen mensen die haar zo van dichtbij hebben gekend wel heel duidelijk vertellen. Dus dat was heel waardevol om hen te spreken en om ook dichtbij haar directe verwantschappen, haar directe nazaten in contact te brengen, zorgt er ook voor dat je wat dichter bij haar komt. Als slot van, stel je nou voor dat je één vraag nog aan haar had mogen stellen. Zou je dan weten wat je dan van haar wil weten, of ben je nu al tevreden met wat je allemaal gevonden hebt? Ik zou haar heel graag hebben leren kennen. Maar dan eigenlijk zou ik dan het liefste met haar gewoon een kop koffie zijn gaan drinken. Om haar te kennen. Ik denk dat ik een goed beeld heb gekregen van wat haar in haar leven zich heeft afgespeeld. En er zijn vast nog details, kleine bijzondere gebeurtenissen die zij alleen weet en die zij alleen kan vertellen. Maar buitenal zou ik haar gewoon als persoon heel graag ontmoet hebben. Omdat ik haar heel erg bewonder en waardeer over de prestaties die zij heeft geleverd tijdens haar sportcarrière, maar ook in de jaren daarna. Aldus Marjan Rijk, enkele dagen geleden toen ik dit filmpje opnam en dat ik daarom andere kleren aan heb, komt dus daardoor. Als afsluiting heb ik nog een film uit 1936 van Polygoon. De terugkomst van Rien Masterbroek in Nederland samen met de andere zwemsters vanaf de Duitse grens met de trein tot aan Rotterdam. Om zelf te kunnen zien wat voor een enorm feest Nederland toen vierde. Een huldiging zoals die toen onbekend was en eigenlijk pas in 1948 met Fanny Blankenskoen opnieuw zou plaatsvinden in deze grote filmpje. Thank you.